Nathan, een 3-0 nederlaag bij Standaard. Ik denk dat we kunnen stellen dat daar niet veel op af te dingen valt. Nee, ze waren vandaag gewoon sterker. Ik denk dat dat duidelijk was. We hebben geprobeerd ons spel te spelen, maar dat is onvoldoende gelukt. En als je op Standaard op Sclessijt zult komen rapen, dan weet je dat je top moet zijn. En dat was vandaag niet het geval. Dus. 3 doelpunten incasseren, dat is nooit leuk voor een doelman. Maar wat het misschien nog iets minder leuk maakt, is ja, het feit dat er bij ieder doelpunt, of toch zo goed als allemaal wel, ook individueel in de fout werd gegaan. Ja, dus elk doelpunt dat je tegenkrijgt als doelman is gewoon een teleurstelling. Dat is waar dat je werkt om dat te vermijden. En het is ook een beetje pech dat er allemaal bij zit. Allemaal vermijdbaar. Zeker. Onnodige doelpunten. En dat maakt het extra zuur. Ook tweede keer op rij een afgeweken bal. Dus vorige week, deze week. Dat zijn allemaal dingen. Ja, dat is pech. Je kunt er niks aan doen, maar ze gaan wel binnen. En ja, het is balen gewoon. Ja. Ondanks 5 tegendoelpunten in 2 wedstrijden, kan je jezelf eigenlijk weinig tot niets verwijten. Nee, ik denk het niet. Er zit nog tot nu toe geen enkel doelpunt tegen. Ik echt zit, ja, die had ik moeten hebben. Maar ja, ze gaan wel binnen. En dat is ongelooflijk jammer. Ook ja, altijd een beetje pech of onnodig foutje. Of, ik zeg het, vermijdbare doelpunten, maar het blijven doelpunten. En we moeten gewoon werken om die foutjes eruit te krijgen. En gewoon eens het resultaat te kunnen spelen. Anders wordt het moeilijk. Lierse start met een 0-6. Zou je nu durven spreken van een slechte start of vind je dat nog iets te vroeg? Ik vind dat iets te vroeg, zeker als je ziet tegen welke ploegen dat we hebben gespeeld. We hadden natuurlijk graag meer punten gehad als nu. Maar natuurlijk, we moeten realistisch blijven. Op Standaard moet je de punten niet komen halen. Het is altijd mooi meegenomen en je moet altijd spelen om te winnen. Maar deze kunnen nog wel incalculeren. Het is natuurlijk nu zaak om de volgende thuismatchen, die wel belangrijk zijn, om nu thuis en terug wel punten te binnensprokkelen. Want enkel goede prestaties blijven ook niet genoeg. De punten moeten nu wel volgen. Maar ik zeg het, we moeten niet panikeren nu na deze 2 wedstrijden. Het waren tegen 2 moeilijke tegenstanders. Dan weet je dat een 0-6 dat tot de mogelijkheden behoort. Maar dan moeten we gewoon als groep mentaal sterk genoeg zijn om dat om te buigen en resultaten te pakken. De club heeft ondertussen ook een extra doelman aangetrokken. Verwacht je nu dat je zaterdag terug gewoon speelt? Verwachten, hopen zeker. Het is een trainer die elke week opnieuw de ploeg maakt en de keuzes maakt welke 11 dat er gaan spelen. Dus ik blijf gewoon werken, ik doe mijn best. Ik zorg dat er mij niks te verwijten valt en dan ligt de beslissing bij hem. Maar ik hoop gewoon terug te spelen. Dankjewel.